verwacht een sprankelende avond. Een mooie levendig debat over de staat van onze leefomgeving. Hoe de samenleving er over 20 jaar uitziet. Ik ben filosoof. Ik hou het simpel vanavond, want ik begin met een hele eenvoudige vraag. Welk cijfer geeft u uw eigen leefomgeving? Ja, ik wil wel weten wie er een 3 heeft. Ja, daar kan ik me voorstellen. Die meneer daar. Ja. Wie bent u en waarom een 3? Ik ben Dick van Elk en ik geef een 3 omdat onze leefomgeving enorm bedreigd wordt. Alleen dat zien we niet. Dat blijkt ook uit deze antwoorden. Dus helaas. Het motto van deze balans is ook, het gaat redelijk goed met de kleine leefomgeving. Dat blijkt ook wel. Je geeft allemaal 9 en een 6 en zo. Maar die meneer had ook gelijk. Het gaat niet zo goed met de grote leefomgeving. Dat is natuurlijk ook dan wat de overheid zich ten doel heeft gesteld. En met name dit kabinet gewoon zorgen dat die kleine leefomgeving, hè, goed is, dat gezuiverd wordt. En of het nou een wijk is in Zaandam, hè, of een wijk in Gouda, zolang mensen daar maar tevreden over zijn. En het grote geheel, ja, dat is allemaal voor het volgende kabinet. We hebben een energieakkoord tot 2023. Wat moeten we daarna gaan doen richting 2050? De circulaire economie vraagt om een nieuwe impuls. Hoe gaan we met sociaal-economische ongelijkheid om? Wat is daar eigenlijk het probleem? En wie moet zich dat aantrekken? En dan op weg naar een natuurlijk inclusieve landbouw. Wat voor beeld hebben wij van de toekomst van landbouw in Nederland? De opgaves zijn complex. Zo omvangrijk en complex dat die overheid dat nooit uit zichzelf alleen maar kan doen. Dus we hebben die samenleving nodig. Bedrijven en burgers nodig die met elkaar gaan nadenken over hoe gaan we die energietransitie vormgeven enzovoorts. Dus er was nood aan ruimte voor maatschappelijke creativiteit. Maar tegelijkertijd signaleren we hier en daar dat er in die creativiteit nou ook wel weer behoefte bestaat aan richting. En dat hebben we met dat motto richting geven, ruimte maken, proberen uit te drukken. Het is ook het juiste moment daarvoor, vonden wij. Want volgend jaar hebben we verkiezingen. Richting geven, ruimte maken. Dat is ook de slogan van het planbureau van Erdogan trouwens. Mag jij deze? Ja, zeker. Eerste reactie graag. Wat roept het bij jou op? Ja. Nou ja, dit is mijn derde al en ik ben er altijd blij mee. Want het geeft aan hoe ver we zijn. En we kunnen aan de ene kant tevreden zijn. Je ziet dat die leefomgeving de afgelopen jaren heel sterk is verbeterd. Maar dan gaat het inderdaad om de specifieke onderwerpen waar we aan gewerkt hebben. Bodem, drinkwater, afval. Maar hij geeft ook tegelijkertijd aan dat die grote vraagstukken, klimaat, energie, die tweedeling wordt hier ook al even gemaakt, dat we daar echt nog heel veel te doen hebben. En dat is het mooie van zo'n balans. Je bent eigenlijk nooit klaar. Je kunt gewoon niet tevreden achterover gaan zitten. Hoe staan we ervoor? Ja, eigenlijk hebben we dat aan de hand van 2 vragen geprobeerd vat op te krijgen. Doen we de dingen goed en doen we de goede dingen? En middels kleuren geven we aan in hoeverre wij denken dat de door het Rijk gestelde doelen daadwerkelijk gehaald worden. De kwantitatieve doelen. En dat gaat over heel veel verschillende dingen. Laten we zeggen van afval tot zwemwaterkwaliteit. Nu zou het natuurlijk een mooie ambitie zijn als je al die stoplichten op groen weet te krijgen. Ja, dat zou heel mooi zijn, maar dat is niet reëel. Die doelen die hangen ook vaak met elkaar samen. En als je het ene doel wilt verbeteren, dan gaat het soms ten koste van het andere doel. Bijvoorbeeld een doel als het aandeel duurzame stallen in de landbouw. Dat gaat goed, hè? Dat staat op groen. Dat gaat over milieudruk, maar dat gaat bijvoorbeeld ook over dierenwelzijn. En in zo'n stal, zo'n pluimveestal, mogen die kippen dus veel meer scharrelen en rondlopen. Nou ja, dat stoft wat meer. Dus wat je dan aan de andere kant ziet is, de fijnstofemissie, is in de pluimveehouderij de laatste tijd enorm toegenomen. Dat hangt met elkaar samen. En wij als PBL vinden het eigenlijk vooral spannend om die consequenties van die keuze, om die goed inzichtelijk te maken. Mijn eigen opvatting van de energietransitie is altijd dat het erom gaat dat de winkel open blijft terwijl de verbouwing plaatsvindt. En dat zie je bijvoorbeeld op het gebied van hernieuwbare energie. Je ziet gewoon de hernieuwbare energie als het ware naadloos invoegen. Of dat nou gaat om zonnepanelen op het dak of windmolens op zee. En dat komt gewoon bij het andere. Je investeert nu
met traditionele energiebronnen om zonnepanelen en windmolens te fabriceren. En over hun hele levensduur geven ze ongeveer 5 of 6 keer de hoeveelheid energie als die je erin gestopt hebt om ze te maken. En dan komt er een punt, en wij noemen dat een tipping point, waarop er genoeg windenergie is of genoeg zonnepanelen zijn om zonnepanelen te maken met energie uit zonnepanelen of windmolens met energie uit windmolens. En dan gaat het natuurlijk heel hard. Nou, dat is wat mij betreft de essentie van de energietransitie. Waarom willen we nou die circulaire economie? Nou, dat is natuurlijk een beetje gechargeerd, hè? Die lineaire economie, dat is een take-make-waste verhaal. Dus je haalt iets uit de natuur, je maakt er een product van en vervolgens gooit het afval weer in de natuur. Nou, dat willen we niet meer. We willen die ketens gaan sluiten. We willen zorgen dat we die grondstoffen in het systeem houden en dus ook daardoor veel minder grondstoffen nodig hebben in een circulaire economie. En dat leidt tot mooie nieuwe producten. He, ze worden inmiddels dozen gemaakt van tomatenstengels en papier uit olifantengras. Nou. Er is een dude of een vrouw, ik denk een dude, die heeft gewoon dozen gemaakt uit tomatenstengels. Dat is ook niet meteen goed gegaan, denk ik. Die heeft toch in eerste instantie ook uit andere dingen geprobeerd dozen te maken. Moet je nagaan wat de energie dat gekost heeft bij elkaar, hè? Richting geven en ruimte maken. Daar wil ik wel een opmerking over maken. Wij zijn een aanbesteding tegengekomen waarbij men vroeg om het hergebruiken van bestaand textielafval in het nieuwe product. Daar konden wij helemaal niks mee, want we hebben juist die stof ontworpen op de circulaire economie en we wilden weg van dat mengsel waarvan wij denken dat het alleen maar, hè, je kunt het hergebruiken, recyclen, maar uiteindelijk komt dat toch weer in het afvalstadium terecht. We moeten echt anders gaan denken. Denk niet meer van afval naar grondstof, maar van grondstof naar grondstof. Die kringlopen moeten echt gesloten worden. Het moet echt circulair zijn. En dat is niet alleen maar recyclen. Ik hoop dat het planbureau nog meer rapporten maakt, want ik vind het helderder. Ik vind het helder. Kijk, het laatste rapport was vorig jaar. Ik vind dat ze iedere week een rapport moeten maken. Iedere week. En natuurlijk, we regelen wel iets met korting. Ik kom ook iedere week dan. Hè? Maar gewoon dat je iedere week de minister hier naartoe haalt en dat je zegt, nee, het, ja. Maar dat zij zeggen, ja, maar 2050, dat je zegt, nee, volgend jaar. Het gaat namelijk onze klimaat, maar dat is serieus. We lopen zo ongelooflijk hard achter. Dat is gewoon niet normaal.